70 jaar geworden. En de prins viert zijn verjaardag in huiselijke kring. Maar eergisteren werd hem massaal hulde gebracht door vertegenwoordigers van die geledingen van onze bevolking, waarmee zijn koninklijke hoogheid zich wellicht het meest verbonden heeft gevoeld en nog voelt, het voormalig verzet en de strijdkrachten. Op Paleis Soestdijk had de stichting Eerbetoon zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard een bijeenkomst georganiseerd. De redactie van Televisie Magazine was ook op Paleis Soestdijk en onze verslaggevers spraken daar met enkele aanwezigen en met Prins Bernhard zelf. Alle groepen, geef! Ai! Mag ik u allen van ganse harte welkom heten hier. Ik moet zeggen dat langs u heen lopen heb ik zo ontzettend veel bekende gezichten gezien. Zoveel oude vrienden, mensen die ik mee heb gemaakt in en na de oorlog. Dat ik ben echt onder de indruk hoor. Het is een beetje moeilijk wat te zeggen, zover gaat het. Ik vind het geweldig dat u allemaal gekomen bent. Onvoorstelbaar geweldig. En ik ben u daar van harte dankbaar voor. U had me geen groter verjaardagscadeau kunnen maken dan hier te komen. Van ganse harte dank. En nou is het mijn pleziertje en een voorrecht u een drankje aan te bieden. En dan hoop ik met, als het kan met allen, zal een beetje moeilijk zijn, te komen praten. In ieder geval met groepen bij elkaar. Gaan we even elkaar de hand drukken en weer denken aan de goede oude tijd. Zou je bijna zeggen goede oude tijd, maar in ieder geval aan vele dingen die we samen beleefd hebben. Dus nu gaan we aan een drankje en nogmaals van ganse harte dank. Thank you.
Hoogheid de vereniging op Tiere Cavalerie wens u van harte geluk. Dank u. Right. Dan gaan we nu naar het podium voor de even op de prinses wachten. Ja, ze loopt zo hard. Ja, man. Ja. Ik praat niet. Nee. 3000 mensen, koninklijke hoogheid. En er waren veel meer aanmeldingen. Het was eenvoudig niet mogelijk, maar er had een veelvoud kunnen komen. Hoe komt zoiets nu op u over? Maakt u dat verlegen of trots? Zo'n gebeuren. Trots. Kan ik me niet herinneren dat ik ooit geweest ben. Verlegen ook niet. Ik moet zeggen, ik had een brok in mijn keel pakken. Ik heb nog nooit zoiets überhaupt meegemaakt. En ik heb het niet, had het me niet zo voorgesteld. U zou trots kunnen zijn op de vriendschap die al deze mensen kunnen toedragen. Ja, daar moet je niet trots, daar moet je dankbaar voor zijn. Nou, bent u in uw positie natuurlijk wel wat gewend, maar toen u 45 jaar geleden naar Nederland kwam, toen moet dat toch wel een heel vreemde gewaarwording geweest zijn. U ging slapen als een onbekend Duits prinsje, als ik het zo zeggen mag. U werd wakker als prinsgemaal der Nederlanden, bejubeld, enthousiast toegejuicht. Vraag je dan niet af of je waakt of droomt? Nou, ik was toch een beetje op voorbereid en ik kende mijn vrouw al. Aanstaande vrouw, zo moet zeggen, al een maand of 9, 10. En we hadden over verschillende dingen in wat mij te wachten stond in Nederland natuurlijk gesproken. En dus dan moet ik zeggen, viel me erg mee. Het moet toch een wonderlijke gewaarwording zijn? Ja, het is een behoorlijke verandering, omdat je vooral, daar heb ik soms moeilijkheden mee, dat je meer op je eigen woorden moet letten dan normaal. Hè? Ik bedoel, ik was gewend dat ik zei, ik kon alles zeggen wat ik dacht en ik flap het maar eruit. En als je plotseling in zo'n positie komt, dan moet je veel meer oppassen dat je dat eigenlijk beter niet doet, want dikwijls wordt een verkeerde uitleg gegeven of zoiets. Dus dat is eigenlijk het meest moeilijk. Ja, en hoe jong u ook was, u was toch al een sterke persoonlijkheid. En de sfeer aan het Nederlandse Hof was natuurlijk heel anders dan wat u gewend was. Dat was totaal anders, ja. Hebt u wel eens geblunderd? Nou, ik heb er niet erg veel moeilijkheden mee gehad, nee. Ik vond bepaalde dingen dat die anders moesten en voor zover ik me herinneren kan, heb ik ik heb me aangepast en het Hof heeft zich aan mij aangepast. En wie heeft zich het meest aangepast, u of het Hof? Nou, ik dacht het Hof. Een man die de prins al heel vroeg heeft leren kennen is het hoofd van de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis, de heer Sesink. Meneer Sesink, in 1936 was dat al en dat was nog voor de verloving met de prinses. Dat klopt. Het was een jonge, vrolijke vent en die moest zich gaan onderwerpen aan protocolaire en veiligheidszaken. Ja. Heeft hij daar moeite mee gehad? Nou, moeite. Hij wist wel dat er protocol nodig was. Maar hij had soms minder gevoel voor protocol dan de mensen die het protocol moesten uitvoeren. En daar maakte hij wel eens een sportief gebruik van. Maar geen misbruik. U bedoelt, de prins wilde zich er wel eens aan onttrekken? Aan onttrekken, ja. U moest altijd in de buurt blijven en ja, dan moest hij zijn spoor blijven volgen? Ja, dat was wel moeilijk, ja. Dat wilde hij ook wel eens kwijt. Die lastige mensen. Ja. Meneer Sesink,
Het is wel gelukt aan de prins om in dat protocol zijn plaats te vinden. Ja, hij weet heel goed wat, dat het erbij hoort. Hè? Dat wel, ja. En zich aanpassen aan zijn omgeving. Ja, ja, ja. Geen probleem. Dat kost voor hem geen moeite. Hij heeft één eigenschap die sommige mensen misschien als minder wenselijk beschouwen als hij de dag moet beginnen. Dan is het die last van morgenziekte. Dan moet je uit zijn buurt blijven. Dan moet je niet tegen hem braden. Dan moet je dus gewoon hem links laten liggen. Nog even over die aanpassing met uw welnemen, koninklijke hoogheid. Was dat nou niet moeilijk voor u? Dreigde niet steeds uw eigen persoonlijkheid in het gedrang te komen? Hoe bent u erin geslaagd, laat ik het zo zeggen, om niet alleen de man van uw vrouw te worden? En dat u erin geslaagd bent, daarvan is de bijeenkomst van vandaag een van de vele, vele bewijzen. Ja, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik had goede vrienden hier in Nederland. Willem Roel was mijn secretaris. En de hele familie Royal was erg goed bevriend, familie van mijn vrouw, dus van de koningin en de prinses. En die hebben me een heleboel goede adviezen gegeven. En dan kreeg ik een hele goede vriend, dat was meneer Eijkman. Dominee Eijkman, die heeft me ontzettend veel geholpen met goede adviezen. Van wat men beter in Nederland niet zou doen of wel doen en dergelijke dingen. Daar heb ik enorm veel steun aan gehad. Hoe bent u eigenlijk opgeleid voor uw ambt? Helemaal niet. Vallen en opstaan? Ja, voor zover ik kan uitmaken. Ik zou niet weten opgeleid voor mijn ambt. Ik heb toen ik hier kwam, was een goed adviesgamma. Raad van Statenvergaderingen bijwonen om iets op staatkundig gebied te leren. Dan wilde ik, omdat ik niks van militair wist, wilde ik een beetje militaire opleiding hebben. Omdat men zei, ik moest als ritmeester in ieder geval met 3 sterren trouwen. Of, ik had liever 1 gehad. En toen heb ik me dus gezegd, ik wil het niet voor de show hebben. Toen heb ik daar wat van geleerd. Marineschool, ook dan later ook nog iets krijgsschoollessen en cavalerieschool. En de handelmaatschappij herinneren? De handelmaatschappij, ja. Maar dat was niks bijzonders in deze zin. Dat ik zat al in het zakenleven. En daar heb ik natuurlijk wel wat geleerd. Maar niet minder voor mijn noem het vak of voor mijn werk dan voor algemeen inzicht in Nederland, ja. Al met al hebt u daarvoor eigenlijk maar 3 jaar de tijd gehad. Was u al volkomen ingeburgerd toen Duitsland ons land binnenviel? Nou, wat mij aangaat, ja, wat het Nederlands volk aangaat, weet ik het niet. Ik weet niet hoe men mij in die tijd bekeek, maar ik dacht dat... Nou, dan mag ik herinneren aan Anjerdag. Ja, oké. Okay. Ja? Dus nee, ik wil alleen maar zeggen, ik heb het pas toen na Anjerdag gemerkt. Hè? Want het begin was vreselijk aardig en hoera. Maar in hoeverre men mij helemaal vertrouwde als een Duitser uit de Nazi-Duitsland, dat is natuurlijk... moeilijk uit te maken uit applaus en gejuich waar je van kunt aannemen dat het op zijn minst voor het grootste deel voor je vrouw is. Hè? Ja, 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 ja. Dus dat weet je nog niet, maar ik heb het toen gemerkt, inderdaad. Op 10 mei 1940, toen werd alles toch heel anders. Hoe ellendig de tijd ook was, u kon in Londen natuurlijk veel meer doen dan in Den Haag. En u stond in ieder geval in veel nauwer contact met de daar aanwezige Nederlanders. En vooral ook met de Engelandvaarders. Mm-hmm. Ben u nog steeds 5 dagen als de ponden schuldig, kon ik gewoon kijken. Ik kon ik gewoon kijken. Gefeliciteerd. Gerard Dogger. Engelandvaarder, drager van de militaire Willemsorde. U sprak net over 50 pond, wat was dat? Dat is eigenlijk een privé grapje met Prins. Toen ik in 42 in Engeland aankwam, toen liep ik als een bedelaar rond. Niemand wilde me betalen. Dus ik kwam bij de Prins en die zei, maar zo kun je niet rondlopen. En hij zei tegen zijn secretaresse, Mrs. Jones, geef hem 50 pond. Ik kreeg 50, 10 van die grote witte Engelse biljetten, waar de Bank of London zegt, dat gaan we je uitbetalen. Ja. Nou, toen liep ik als heer rond. Ja. De prins was een enorme steun voor het verzet in Nederland. Hij deed er in Engeland erg veel voor. Hij was eigenlijk degene waar je altijd terecht kon als je actie wou hebben. En ik geloof niet dat zonder hem zoveel jonge mensen zich in het verzet in Engeland hebben kunnen meewerken aan het verzet in Nederland.
Een uniek. Ja. Uniek wat. Ja. U hebt het heel vaak ontmoet. Ja, ik heb dat privilege gehad, ja. Later bij de motorcyclische boten. En de prins wou me steeds meevaren. Ja, dat mocht, ja, hij mocht wel mee op oefeningen, maar niet op patrouille s'nachts. En later op zijn staf in Brussel. Maar u bent getuige geweest van de steun in de rug opgezet in Nederland van de prins. Dit was zijn grote rol en dat zag hij als zijn missie. Dank u wel. Albert Milhado hier, AVRO-collega en in de oorlog in Londen. Albert, je zat midden in de leiding van het Londense Vrij Nederland en je zorgt in Londen voor de fitheid en de ontspanning van de Nederlandse militairen die daar zaten. Ja. Ja, we hadden daar natuurlijk de mensen die actief deelnamen aan de strijd. De luchtmacht bijvoorbeeld. En we hadden ook de mensen die niks konden doen, die alleen maar moesten blijven oefenen. Ons leger, dat moest wachten tot de invasie eenmaal zou komen. En die mensen die bovendien ver af zaten van hun familie, die mensen die moest je bezighouden. En dat was geen gemakkelijke taak, want daarmee hield je de stemming op peil. Hoe deden jullie dat? Nou, ik had nogal erg goede relaties met Stanley Rouse. Je weet wel, Sir Stanley, nou, later de grote man van Engelse voetbal, van de internationale voetbalbond. De voorzitter van de FIFA. En die man die had in Engeland heel veel te vertellen. En die hielp ons enorm. Maar het belangrijkste was dat als je ergens niet door kon komen, dan gaf je via via een seintje aan de prins. De prins belde. En het was gewoon een toverstok. Hè? Opeens kwam alles voor elkaar, alles was in orde. Het ging geweldig dan. Jullie hadden ook Holland-België-wedstrijden. Ja, we hebben dus de traditie proberen voor te zetten van Nederland, van de beroemde Holland-België-wedstrijden van voor de oorlog. Je herinnert je dat nog wel? En dat hebben we dus gedaan met mensen uit het Nederlandse leger en uit het Engels, uit het Belgische leger. En dat was een hele demonstratie, de opbrengst ten goede van het Rode Kruis. We kregen de stadions gratis. Bijvoorbeeld, ik ben één dag meester geweest in het Wembley-stadion, kon alles bevelen. En alles werd betaald door Wembley. En de Engelsen leefden daar ontzaggelijk mee. Ik heb de indruk, als ik het zo hoor, dat het allemaal erg plezierig was in Londen. Nou, plezierig. Dat is nou een erg overtrokken woord. Kijk, ze hadden onze plezierige momenten. Maar je moest natuurlijk de mensen die nogal gedeprimeerd waren, vooral zij die dus ver van hun familie zaten, die moest je bezighouden. Dat was een van de belangrijkste taken die je had. En dat is ons, vooral dankzij de prins, enorm goed gelukt. Hoezeer de prins zich in de oorlog het wel en wee van zijn mensen aantrok, weet heel goed meester Callier, reserve-luitenant-kolonel en in de illegaliteit destijds opererend onder de naam van Amstel. Meneer Callier, u bent in 1944 met een opdracht door de linies richting Engeland gegaan. U heeft de prins voor het eerst in Brussel ontmoet onderweg. En u weet heel goed wat voor een belangstelling de prins altijd voor mensen uit bezet Nederland aan de dag legde. Inderdaad. Ik ben eind oktober, heb ik de prins voor het eerst ontmoet op Château Witouk. En s'avonds na het diner heb ik uren met de prins gepraat in hoofdzaak over de toestanden in bezet gebied. De prins was heel goed op de hoogte, maar wou toch ook telkens nog meer details hebben om zijn kennis die eventueel al had nog verder aan te vullen. Het merkwaardige was ook, het was eigenlijk, je kon niet, had niet anders kunnen verwachten, dat de prins, laten we zeggen, een grote zorg over het bezette gebied vervuld was. De toestand in het bezet gebied heeft eigenlijk wel het grootste deel van het onderhoud uitgemaakt. Maar ik wil toch ook even vermelden dat de prins ook, laten we zeggen, aandacht had voor de moeilijkheden die ik heb gehad bij mijn tocht door de linies. Maar ook vroeg, heb je een gezin achtergelaten? En toen ik vertelde dat ik een vrouw en een zoontje van anderhalf had, toen zei hij, en zijn die wel veilig? Ik kon gelukkig antwoorden, voor zover ik kon beoordelen, ja. Om met hem te werken, meneer Callier, moest je misschien wel eens openhartig zijn, maar kon iedereen dat eigenlijk wel zijn in de aanwezigheid van de prins? Het was in het algemeen zo dat ook de omgang van de prins met zijn medewerkers heel plezierig was. Van mens tot mens zou je zeggen. Je zei koninklijke hoogheid, maar verder praat je gewoon als twee mensen die een bepaalde taak, een bepaald probleem ter harte ging. Toen Duitsland ons land binnenviel, koninklijke hoogheid, kwam u toen niet in conflict met uzelf? De vijand was uw eigen vaderland. Nee,
Daar had ik helemaal geen moeite mee. Want ik had in de vrij naïeve veronderstelling geleefd dat Duitsland ons met rust zou laten. Hè? En toen men wel hier binnenviel, was ik zo ongelooflijk. Ja, je kunt gewoon zeggen woedend. En dat, ik had maar één reactie doorgeschieten. Ik had helemaal geen moeite. U bent in Engeland toegetreden tot de Royal Air Force. Die bombardeerde Duitsland en woonde uw moeder en uw broer. Ja. Was dat niet moeilijk? Nee. Ik heb begrepen dat men u in Engeland aanvankelijk als een risicofactor heeft gezien. U hebt het vertrouwen van de geallieerden moeten winnen. Dat werd u niet geschonken. Nou, niet van de geallieerden, maar van de Engelsen, ja. Engelsen hebben altijd in tijd van oorlog ieder zijn trouwens. Dat is een Engelse eigenschap. Ieder niet-Engelsman is een foreigner. En als je dan nog in oorlogstijd een man krijgt die in Duitsland geboren is, dan is hij een verdachte foreigner. Dat heeft zelfs de gouverneur-generaal de Boer van Queen Mary moeten ondervinden toen hij benoemd werd als gouverneur-generaal in Canada. Toen werden de mensen, werd hij uitgescholden als een Duitser die naar Canada gouverneur-generaal was. Hetzelfde met mij. En dat is pas overgegaan toen ik mijn vliegbrevet in de RAF haalde en de koning mij benoemde tot Air Commodore. En toen was men een klap gelukkig over voor mij. Ja. U had voor de volle 100% het vertrouwen van uw schoonmoeder, van koningin Wilhelmina. Ja, dat is waar. Hebt u het idee dat u haar in haar moeilijke, eenzame tijd in Londen tot steun hebt kunnen zijn? Ik vind dat je dat een hele moeilijke vraag is, want dat is een vraag waar degene die hier zit, ik dus, ik kan er eigenlijk geen fatsoenlijk antwoord op geven, want ik weet het niet. Ik heb alles gedaan wat ik kon met voor, en ik weet niet wat, haar. Besprak zij haar problemen met u, de meningsverschillen die ze had met de minister nou, bijvoorbeeld? Nee. Problemen met ministers en dergelijke heeft ze nooit met me besproken. Ook daar gold het geheim van de koning? Absoluut, nooit besproken, maar op alle mogelijke andere dingen wel. En een heleboel natuurlijk privé en persoonlijke dingen die dagelijks gebeuren en plannen van alle mogelijke dingen. Waar ze maar eens helemaal vrij was en dingen deed die ze vroeger praktisch niet de gelegenheid was om te doen. En op dat gebied heb ik natuurlijk altijd met haar kunnen praten, maar ik weet niet wat ze aan mijn advies heeft gehad. Was u het altijd samen eens? In Engeland, ja. Over het algemeen wel, behalve dat zij had een hele grote zorg dat ik domme dingen zou doen die met risico's verbonden waren. En zij had een heel groot, heel sterk gevoel van dat ik moest voor de familie behouden blijven. En dat gaat dan met op zich toch later met oog op. Gaan naar Indonesië, ja of nee? Nee, dat mocht niet, hè? Zij was er dus daarom helemaal tegen. En op dat gebied waren we dus niet eens. Hebt u de koningin wel eens van mening kunnen doen veranderen? Nee. Niet dat ik me herinner. Maar nogmaals, koningin Wilhelmina had een groot vertrouwen in u. Zij was de drijvende kracht achter uw benoeming in september 1944 tot bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, omdat zij ervan overtuigd was dat u in staat zou zijn al die verschillende, vaak tegenstrijdige groeperingen op één lijn te krijgen. In mei 1945 werd aan de staf van de prins in Apeldoorn toegevoegd René Boissevin, nu mevrouw Tuininga Boissevin. En zij weet heel goed zich te herinneren hoe karakteristiek de prins zich kon gedragen. Mevrouw Tuininga, u herinnert zich een bijeenkomst met gewestelijke commandanten in die periode die u nogal heeft gefrappeerd. Ja, zeer gefrappeerd. En toen viel het mij op dat de prins daar zo ontspannen bij zat en verschrikkelijk goed luisterde. En ik zou eigenlijk het voorbeeld willen geven als een pianist op een concertpodium die heel ontspannen zit te wachten terwijl het orkest de inleiding speelt en dan, als het zijn beurt is, een heel goed volmaakt nummertje weggeeft. Zo liet hij iedereen uitspreken. En dan zag je dat als bijvoorbeeld commandant Friesland, ik noem een voorbeeld, iets zei wat de anderen zeiden, god dat kan toch niet. Dan gingen ze allemaal dus een beetje van, oh dan zag je dat ze dat niet beviel.
En dan wist hij, zag hij kans om de man helemaal uit te laten spreken. En dan was het voor de stenograaf erg prettig dat hij 2 seconden nadacht om het in zijn hoofd allemaal op een rij te krijgen. Want dan konden wij even inlopen met bijschrijven. En dan nam hij het hele verhaal van de laatste spreker uit elkaar, paste het weer in elkaar. En dan zei hij in hele eenvoudige bewoordingen, heel kort, zoals militaire man zou ik gaan zeggen. Nee, dat kunnen we zo niet doen. Dat is voor jouw gewest goed, maar in een grote stad werkt dat niet. Moeten we iets anders bedenken? Wie heeft een voorstel? En dan zag je dezelfde mensen die eerst zaten te draaien van ik heb het heel anders gedaan en hoe moet dat nou? Zo, ze hadden hun, het paste weer. En als ik nog wat anders naar voren mag halen, heb ik geloof ik achteraf beseft dat in die kamer een ongelooflijke hoeveelheid persoonlijke moed aanwezig was. Als ik aan al die commandanten, verbindingsofficieren die daar rond die tafel zitten, denk. En daar, wat persoonlijke moed betreft, staat de prins helemaal zijn mannetje. Wanneer is hij op zijn best? En hij is op zijn best als hij dus al die verschillende stromingen in zijn handen neemt, ontrafelt en er een nette vlecht van maakt. Hij kan goed luisteren. Hij kan goed op een rij zetten. Zijn hersens gaan veel vlugger als van iedereen anders. Je ziet ze gewoon draaien. En er is een ander ding, daar heb ik ook eens over lopen denken, wat hem zo'n goede commandant maakte. En waarom zijn mensen zonder uitzondering dol op hem zijn. Dat is iets heel geks. Hij heeft in die tijd van ons allemaal meer gevraagd, van zichzelf ook, meer gevraagd dan we dachten dat we konden. En iemand die je iets laat doen waarvan je denkt dat je het niet kan, die heeft je hart ook. Meneer Kaspari, u was duidelijk getuige van de eerste daad van de prins in het bevrijde gedeelte van Zeeland. Ja, ja, ik zat bij de kolonel Doorman en hij was met mij aan het praten. En opeens ging hij rechtop staan, hij ging in de houding staan. En toen keek ik achterom en toen zag ik de prins. En de prins zei, ik moet even met de kolonel Doorman spreken. En toen heb ik mij natuurlijk teruggetrokken op de gang. En 10 seconden daarna kwam hij bij mij. En toen zei hij tegen mij, ik wist niet dat u dokter Kaspari was, maar ik moet u spreken. U krijgt de opdracht van mij een bataljon te formeren. Een regulier bataljon. Wat dus onder bevel van de kolonel Doorman was. En dus eigenlijk ook onder bevel van mijzelf, zei de prins. En toen ik die opdracht kreeg, heb ik die opdracht vervuld. Dat was een moeilijke taak, hè? Ja, dat was heel moeilijk. Maar ik heb toen de reserveofficieren bij elkaar geroepen. En de reserveofficieren die kwamen bij elkaar. En toen heb ik gezegd, jongens, wij moeten een bataljon oprichten. En wij gaan nu een bataljonscommandant nemen. En toen hebben ze gezegd, luister eens, de prins heeft het gezegd. Het bevel van de prins moet opgevolgd worden. U bent de bataljonscommandant. U had binnen een hele korte tijd 800 man op klompen. Vrijwilligers bij elkaar? Ja, in zeer korte tijd had ik 800 man. Ik had wel 1600 man bij elkaar kunnen krijgen. Maar 800 enthousiaste mensen. Dit is Miep Brave in de oorlog in Londen bij het secretariaat van koningin Wilhelmina en later secretaresse bij prins Bernhard. Mevrouw Brave, op 1 december 1944 werkte u in Breda bij prins Bernhard als secretaresse. Maar u werkte dus niet alleen het administreren. Nee, gelukkig niet. Het was een tijd waarin je van alles moest improviseren en het kantoorwerk was nog vrij beperkt. Maar er waren ontzettend veel andere taken te doen. De prins was bezig met het oprichten van de binnenlandse strijdkrachten. Die inderdaad een taak te vervullen hadden omdat Montgomery met al zijn troepen al verdwenen was. Er waren nog veel Duitsers die infiltreerden over de rivieren. En daar deden dan de binnenlandse strijdkrachten de dienst om die op te vangen. Ook bewakingsdiensten van munitiedepots. Nou klinkt dat wel erg mooi, maar die kerels die hadden geen uniformen. Die hadden wel een militaire status, maar geen uniformen. Alleen maar kleine wapens. Het ergste was, ze hadden geen voedsel. En de prins die klaagde zelfs dat hij meer mannen verloor aan longontstekingen en ondervoeding dan de militaire acties. Dus ons grote probleem was, hoe komen we aan eten? Dat beelden we links en rechts, beelden dat weg en op alle mogelijke manieren trachten we daaraan te komen. De prins heeft zelfs bij Montgomery nog met zijn vuist op tafel geslagen.
en gedreigd dat hij zijn BS'ers naar huis zou laten gaan als hij geen rantsoenen kreeg. Maar dat hielp allemaal niet en toen greep u in? Toen greep ik in. Ik was bij de RAF gegaan, want die hadden goed eten, beter nog dan het gewone leger. En toen zei zo'n RAF-officier tegen mij: God, u kent Duits en kunt u een vrachtauto besturen? Ik zei: ja, ik heb met VHK heb ik een 3 tonnen gereden, Duits ken ik. Gaat u dan met ons mee, want als u nou voor ons tolkt en gidst, wij hebben de ziekenhuizen hier helemaal leeggeplunderd gevonden en wij moeten medicijnen hebben. En u krijgt van mij een vrachtwagen als u meegaat. Nou ja, dat was een aanbod wat je natuurlijk niet kon afslaan. Want het maar u deed het zonder toestemming van Piers Bernhard? Helemaal zonder toestemming, want ik wist dat ik het nooit gemogen had. Wat vond u in Duitsland? Nou, daar lag inderdaad, zoals die officier zei, de boel voor het grijpen. Dat is mijn grote ellende eigenlijk geweest, dat je daar zag hoe ontzettend geplunderd er is in heel Europa. Ik vond daar in de lege huizen waar de Duitsers, die waren zo bang voor de Tommies dat ze als een haas naar de krijgsgevangenkampen waren gelopen. Ik vond daar de tafels nog staan waar de mensen van weglopen met ham, met kaas, met boter, bontjassen in de kasten. Ik hoefde maar een Duitse burgemeester te gaan en hij gaf me de adressen van de ziekenhuizen waar mijn RAF-officier zijn gang kon gaan. U hoefde alleen maar in te laden, dat heeft u ook gedaan. En toen u terugkwam, wat gebeurde er toen? Apentrots kwam ik natuurlijk terug in Breda met een 3 tonnen vol met eten. En dacht, nou juichen ze allemaal. Plaatsstaand keken ze me verbijsterd aan. Waar heb jij in godsnaam gezeten? Reus in ongerustheid gezeten. Je moet direct naar de prins, want hij is woedend. Ja, ik naar mijn chef en ik knalde me daar. Nou, ik kreeg een storm over mijn hoofd heen, zoals ik in mijn jeugd nog niet gehad heb. En toen dat over was, die storm, toen was het even stil. En toen zegt hij, pakt hij een kaart uit de la, hij zegt, en vertelt u me nou eens precies waar u geweest bent en wat u gehaald hebt. Nou ja, om het korter te maken, hij is de volgende dag zelf gegaan. Ook meer dan 1 dag, zonder mijn toestemming. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ja, zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Als we goed willen weten hoe de prins was in die moeilijke jaren 1944-1945... dan moet je een gesprek maken met dokter Anders Pijnenburg, de huidige secretaris-generaal van het ministerie van Defensie. De prins die ging onmiddellijk achter de eerste onderdelen van het Canadese leger ging hij aan om in onmiddellijk bevrijd gebied direct te zijn, om te zien hoe het er allemaal was. En toen kwam hij in Zutphen, onmiddellijk na de bevrijding. Het was toen in Zutphen zelfs nog heel gevaarlijk. De buitenwijken waren zelfs nog door de Duitsers bezet. En toen kwam de prins daar op het moment dat er wat mensen wilden beginnen met wat meisjes de haren kaal te knippen die zich met Duitsers hadden opgehouden. En de prins die maakte daar onmiddellijk een end aan. Dat vond hij een onwaardige vertoning. Hij zei, als er gestraft moet worden, dan doet er de rechter dat. Maar van deze eigen richting, daar moeten we niets van hebben in bevrijd Nederland. Zeg ik het goed wanneer ik hier opmerk dat de prins in die periode talloze excessen heeft helpen voorkomen? Daar heeft hij geweldig zijn best voor gedaan. En er waren dus ook een aantal mensen in zijn staf die er geregeld op uitgingen om te kijken of er onverhoopt iets gebeurde. En als dat aan hem gerapporteerd werd, dan deed hij zijn uiterste best om daar een end aan te maken. Als de prins erin slaagde om mensen van zeer uiteenlopende komaf en achtergrond tot een hecht team aan één te smeden, hoe komt dat dan? Hoe kwam dat dan? Wel, dat komt omdat hij behalve een militair hart ook een grote diplomatieke gave heeft. Maar bovenal omdat hij zich zo geweldig goed kan inleven in de gevoelens van mensen en omdat hij altijd de mens primair tot zijn recht laat komen. En dat voelt men heel gauw aan. In een latere periode heeft u de prins ook van zeer nabij meegemaakt toen hij inspecteur-generaal van de strijdkrachten was. Was de prins toen een ander mens geworden, jaren later? Nee, dat vind ik niet. Als ik hem nu, 37 jaar later, ik vind hem nog altijd dezelfde spontane man, energiek. Ik vind dat hij ontzettend weinig veranderd is en daar ben ik heel blij om. Het zijn de militairen en de oud-verzetstrijders Koninklijke Hoogheid die vandaag naar Soestdijk zijn gekomen. Het zijn de groeperingen waarmee u in en na de oorlog het nauwst verbonden bent geweest. U komt uit een familie van militairen. Nee, eigenlijk. Uw vader was toch ook soldaat? Ja, mijn vader was tot zijn, even denken, 72 geboren, ongeveer 30 jaar lang. Toen hij 30 jaar was, is hij uit de dienst gegaan. Hij was reservemajoor en heeft pas, ik geloof van 1903 of 4. Tot 1914 heeft hij geen uniform aan gehad. U hebt geen militaire loopbaan geambieerd, u hebt rechten gestudeerd. Nee, ik heb rechten gestudeerd, ja. Maar u hebt daar geen gebruik van gemaakt? U hebt het gezocht in de richting van handel en industrie? Nou, ik heb het niet dat ik het gezocht heb, maar het interesseerde me. Er was een kans
om een baan te beginnen waar ik vond dat er mogelijkheden lagen. En want normaal gesproken zou je met rechters, ik had nooit naar rechterlijke macht of zoiets willen gaan, maar misschien waren het niet om vanwege het regime, maar had ik gedacht, misschien buitenlandse zaken of zoiets. Kan je ook dan meer normaal carrière maken en dat deed enkele van mijn vrienden. Maar toen ik kans kreeg, was puur geluk om door kennis van mijn ouders, vriendschappen, om dat te proberen. Toen zei ik, nou, dat is de moeite waard. Maar nu was het een beetje een challenge, want ze hebben me aangenomen op de basis, je bent een prins, dat doen we het algemeen niet, je moet bewijzen wat je waard bent. In Parijs? In Parijs, ja, dat vond ik dus. U bent uit Duitsland weggegaan? U bent toen uit Duitsland weggegaan naar Parijs? Ja, het was een interessante, of ik het zou halen wat men van me verwachtte, dat vond ik leuk. En dat heeft geduurd tot u prinses Juliana? Dat heeft helemaal niet zo ontzettend lang geduurd. Ik ben daar gekomen in 1935. En ik begon met steno leren en schrijfmachine leren en een beetje polio. En toen ben ik opgeklommen tot assistent van de directeur. En ook in de winter mijn vrouw leren kennen, mijn aanstaande vrouw, ja. Kunt u in het kort vertellen hoe het tot een verloving gekomen is? Anno 1936 kon de kroonprinses, dochter van koningin Wilhelmina, toch maar niet zo de man ontmoeten met wie ze zou gaan trouwen. Is er geen hogere macht in het spel geweest? Nou, ik dacht dat zij het niet wist en ik het niet wist. Toen, het was gewoon dat de Nederlandse ambassadeur, ik was erg bevriend met de Belgische ambassadeur. Nog uit mijn studententijd in Berlijn, en die was toen in Parijs. Ik geloof dat hij, de Nederlandse ambassadeur, gezegd heeft, vraag me aan of zou je niet de moeite waard vinden, weet ik veel, dat hij zijn opwachting gaat maken op een of andere manier. Dat hij mij gezegd heeft, vraag me of je opwachting kunt maken. Want ik wilde graag even naar de Olympische Spelen gaan. En dan was mijn schoonmoeder en mijn aanstaande vrouw te laten komen. Ik geloof dat het zo gelopen is, voor zover ik me herinner. En heb ik gevraagd of ik een opwachting kon maken. En zo en hebben we elkaar leren kennen, zijn we met elkaar gaan skiën. En hebben we de Olympische Spelen gezien. Toen hebben we elkaar meer gezien. En toen werd u prins gemaal en toen begon een heel nieuwe episode in uw leven. De tweede, zullen we zeggen. De derde begon op 10 mei 1940 en eindigde op 4 mei 1945 met de capitulatie in Wageningen. Ja. Op die dag riep de prins de staf bij elkaar en vertelde ons dat de volgende dag de capitulatie zou plaatsvinden. Daaraan waren voorafgegaan een paar ontzettende spannende weken, toen de prins bezig was in geheime besprekingen te voorkomen dat de Duitsers een groot gedeelte van Nederland onder water zouden zetten. En buitendien dat hij bezig was om te zorgen dat de hongerende bevolking zo snel mogelijk voedsel kreeg. Wat gebeurde er op die 5e mei, de volgende dag? 5e mei zijn wij 's middags met twee auto's, de RK1 en de RK2. Dat waren de auto's die door de binnenlandse strijdkrachten ingepikt waren van zijn zinkwacht, de vertegenwoordiger van Hitler. De zetbaas in Nederland. Ja, de zetbaas in Nederland. En in die grote zwarte Mercedes zijn we naar Wageningen gereden. Wageningen lag in een gebied dat geheel ontruimd was, niemandsland. En in een voormalig hotel De Wereld zou die capitulatiebespreking plaatsvinden. Maar er stonden buiten, dacht ik, Canadezen. En er vond op een gegeven moment een treffer plaats tussen die Canadezen en een aantal SS'ers. Ja, inderdaad. Voordat wij, toen wij binnen waren, toen bleek dat buiten ergens vandaan een kolonne van de Prinses Irene Brigade in Wageningen binnenkwam. En die zagen tot een ontzetting, en ze grepen bijna naar hun wapens, dat daar allemaal SS-soldaten stonden. Die hadden de generaal Blaskowitz, die op de capitulatiebespreking aanwezig was, begeleid naar Wageningen. En ze zagen dat de Canadezen die ons begeleid hadden sigaretten aan het uitdelen waren. Maar toen werd hem snel duidelijk gemaakt dat er binnen een historische gebeurtenis plaatsvond. En dat er dus niks aan de hand was. Hoe was dat binnen, die ondertekening van de capitulatie? Het was een hele merkwaardig iets. Er hing eigenlijk een ijzige stemming. De ruimte was natuurlijk bizar en iedereen zat op keukenstoelen. Twee rijen om een houten tafel. Eerst werden de
de voorwaarden nog eens een keer voorgelezen in het Engels. Dat moest weer in Duits vertaald worden. Het moment dat de generaal Blaskowitz, de bevelhebber van de Duitse soldaten in Nederland, zijn protocol ondertekende, was het doodstil. Je hoorde de pen krassen. Ik zag die bleke gezichten, niet alleen van Blaskowitz, maar ook van de prins. Het was het grote moment, maar er heerste helemaal niets van een vreugde of van ontspanning. Iedereen beseft eigenlijk het tragische van een oorlog. Overwinnaar en verliezer. In dit geval, God zij gedankt, waren de Duitsers de verliezer. Koninklijke Hoogheid, bij deze bijeenkomst, in ons gesprek, ook in de hele uitzending, hebben de oorlogsjaren het zwaarste accent gekregen. Ik dacht dat dat juist was, dat dat de meest ingrijpende episode in uw leven is geweest. Ja, dat was de episode waar ik een kans kreeg om iets te doen. Of ik die anders kreeg uit in het tweede stijl, weet ik niet. En als u daarop terugkijkt, dan zegt u... Nou, de Engelse koning heeft een keer gezegd, en dat heeft ook iemand geschreven geloof ik, dat ik een van de weinige mensen ben die kan zeggen dat hij de oorlog met plezier beleefd heeft. Dat is natuurlijk volslagen onzin. Omdat je kunt niet iets met plezier beleven als je weet wat er in de tussentijd in Nederland gebeurt. Hè? Maar van het puur egoïstisch standpunt van... Als je denkt, wat heb ik kunnen doen? Wat heb ik kunnen bereiken in de zin van echt, dit heb ik gedaan. Dan is de oorlog voor mij de grootste kans van mijn leven geweest. Want ik heb ontzettend veel verschillende dingen kunnen doen. Die mij in de zin van dat als het werk behoorlijk loopt, geeft je een bepaalde bevrediging. Ja. Hè? Dan ga je, slaap je lekker daarna. U hebt u waar kunnen maken. Ja, dat is het, ja.
buurt een mooi verjaarscadeau van de stichting Eerbetoon Prins Bernhard. Onvoorstelbaar voor zoiets. Dit maak je maar één keer in je leven mee, echt. Dat meen ik. Koninklijke Hoogheid, we zijn u heel erg dankbaar voor dit gesprek. Ik bied u ook namens de AVRO graag ons hartelijke geluk aan. Dank u zeer. Doen we 75 weer, hè? Heel graag. Oké. Hartstikke goed. Bedankt. Dank u. Ja.